Headshot bestaat 9 jaar. Ja, en om dat te vieren gaan we de komende weken elke week iets maken. Iets wat we nog nooit eerder hebben gemaakt. Ja, en in deze doos zitten allemaal suggesties van dat soort dingen. En we grabbelen er eentje uit en dat moeten we dan in 1 week tijd maken. En ik ga bij deze de eerste grabbelen. Theater! Goed! Theater maken dus. Dat klinkt natuurlijk makkelijk, een theater in een weekje in elkaar draaien. Maar er is 1 probleem. Wij snappen geen bal van theater. We zijn op YouTube wat theater gaan kijken, maar het blijft toch een enorm ingewikkelde kunstvorm. Toch ben ik hem zat. Laat hem wegzakken in een gat. Tot we ineens bij een theatershow kwamen die we wel begrepen. Wat hoor ik daar? Worteltje staart. En zo ontstond ons idee om ook een poppenkastvoorstelling te maken. Een ingrediëntenlijst was snel gemaakt. Want wat heb je nodig? Handpoppen. Die kun je zelf maken, zoals Craft Mama ons hier laat zien. En ik heb allemaal patronen uitgeprint en uitgeknipt. Maar wij hebben weinig tijd, dus we gaan maar op zoek naar bestaande handpoppen. Na een tijdje zoeken hebben we ze dan alle 3 gevonden. Jan Klaassen, Katrijn en de Grote Boze Wolf. Maar aan de Grote Boze Wolf moesten we nog het een en ander aanpassen. Ik vind wel de ogen net iets te sexy voor een wolf, vind je? Ja, vind ik ook inderdaad. Vervolgens is het een kwestie van een script schrijven. Het gegeven is simpel, je hoofdpersoon roept iets in een irritante stem en de kinderen reageren met ja en nee. Oh, en als de wolf verschijnt, dan gaan de kinderen helemaal uit hun dak. Dan script printen en klaar. En dan de opname. We kunnen natuurlijk zelf een poppenkast bouwen, maar waarom moeilijk doen als je veel werk naar de montage kan schuiven? We kiezen ervoor om alles op te nemen voor een groen scherm. We stapelen 2 tafels op, ik achter de camera en Jasper, die speelt met zichzelf. Dan volgt de montage. We knippen alle goede takes uit. En we verwijderen alle grappen die op papier goed klonken, maar nu echt doodslaan als een pier. Eenmaal gekozen, moeten we het geluid nog opnemen. Want deze poppen moeten natuurlijk zo'n infantiele stem krijgen. En wie kan er beter een infantiele stem opzetten dan Ivan Hidayat? Hallo, kindertjes! Hebben jullie er zin in? Vervolgens plaatsen we deze audio eronder. Dan poetsen we het groene doek weg. Yes. En vervolgens plaatsen we de poppenkast erin. Zo, appeltjeitje. Als laatste voegen we nog wat geluidseffecten toe en wat special effects natuurlijk. Want je kunt geen poppenkast maken zonder een spatje bloed. Nou, dit mag nog wel iets meer hoor. Nog iets meer. Kijk, dit begint erop te lijken. En dan is die helemaal af. Onze eigen poppenkastvoorstelling, Klanjazen.